Deze nieuwsuitzending, die moet even tussendoor, want het, het stapelt zich weer op. Het fake nieuws, namaaknieuws op zijn Nederlands. En dan zegt iedereen: ja, uh, er is steeds maar fake nieuws, fake nieuws, fake nieuws. Maar waar is het dan? Nou, ik kom er even mee, ja. Dus uh, je mag onder deze uitzending, er zit een, een reactiesectie. Uh, dan mag je zeggen: ja, waar baseer je dat op? Hè? Nou, ik heb dus niet echt uh, bronnen of zo. Uh, dat is juist het punt met het fake nieuws. Dat als je dan die mensen die het fake nieuws verspreiden gaat vragen van waar haal je dat vandaan, dan komen ze met of heel erg veel bronnen, zodat je denkt jeetje wat een hoop bronnen. Dat ga ik niet uitzoeken. Of zoals ik van ik heb helemaal geen bronnen. Ik heb het van uh, ja, ik zit de hele tijd op internet. Dat is geen fake nieuws. Uh, 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 en dan kom ik van alles tegen. Ja, weet ik veel waar dat stond? Ja, iets met Google of YouTube. Slash e-mail.com. Of was dat e-mail.org of zo? Die, die elektronische communicatie. Nou, wat heb ik nou weer gevonden? Dat bij de Verenigde Naties is er een bijzonder overlegorgaan. Het werkt dan samen met de EU. Onder andere, hoor. Onder andere, hè. En de NATO is toezichthoudend lid of zo. Die, die, die weten er ook wel van, hè. En ze willen toch wat doen aan die CO2-toestanden en het niet allemaal zo op zijn beloop laten gaan. En het is er dan te horen gekomen dat er nogal een gebruik bestaat onder mensen om de doden, de lijken, te cremeren. Nou, daar zijn berekeningen van gemaakt. En dat kost nogal wat aan CO2 is er in eerste instantie voorgesteld om de crematies te gaan belasten. Maar er is er een geschiedkundige geweest die zei... ja, in Babylon met Hammurabi, daar zijn ze ook uiteindelijk... dan alles met begrafenissen en zo gaan belasten. En toen werd dat volk heel zag en reinig en zijn ze weggelopen. Dan zat Hammurabi in zijn eentje met die hangende tuinen. En toen moest hij zelf die planten water gaan geven... want anders wilde zijn vrouw geen seks. Nou, en dat verhaal vonden ze dus niet leuk. Pak even de thee erbij hoor. Want uh, maak je man nat. Dit gaat uh, keihard hoor. Dus uh, geen belasting op, cre op crematies. Nou, oké, okay, daar. En wat dan wel? Hè? Nou, werd de gezicht uh, gewoon begraven. En dat leverde een. Golf aan positieve elementen op. Met name vanuit de hoek, zoals vanuit Nederland dan, hè? maar niet alleen vanuit Nederland. Maar vanuit Nederland dan met name de, de SGP. De gereformeerden. Die zeiden we: ja, maar dat staat ook in de Bijbel. Je moet helemaal niet cremeren. Dat is uh, heidens uh, gebruik. Dat doen de Hindoos. Maar dat doen wij niet. Dus uh, die waren er reuze blij mee. Waren, uh, al die lijken gaan weer nekkers, ouderwets, in de grond, geen gezeik. Dan heb je ook al die diesel niet nodig, want wat denk je dat een crematie kost? He? Kijk, je kan wel zeggen, zo'n lijk dat brandt. Nee, dat brandt helemaal niet. Hou maar eens een vlammetje onder je oma terwijl ze nog leeft. Die oma die gaat niet fikken. Nee, ik weet het gek? Een mens bestaat voor 70% uit water. Ja. En dat moet dan eventjes in een, uh, in een kwartiertje, half uurtje, moet dat opgevikt worden. Want Tante Gerda wil naar huis. En uh, ome Joop, die is ook een beetje incontinent. Dus die kan ook niet uren wachten. Dus wat, je, wat ze dus niet doen bij die crematoria. is dat ze zo'n lijken uh, eerst helemaal uit laten drogen. En als het totaal uitgedroogd is, dan de hens erin. Ja, dan heb je bijna geen CO2 natuurlijk. Hè, maar dat doen ze niet. Nee, je moet eventjes in een half uurtje. Brrr, ja, uh, liters aan diesel. Dus er lekker in de grond stoppen. Ja, dat was uh, tijdelijk hè. Dus, het heeft heel even op het internet gestaan en toen is dat er weer afgehaald. Want vanuit de biohoek, die eco-mafia, is er geconstateerd van ja, maar als je een menselijk uh, overschot uh, in de grond stopt, dan uh, komt er weliswaar geen dieselverbranding aan te pas. Maar uh, er komt wel rot. Huh? Ja, het gaat rotten. Ja, en wat levert die rot op? Ja, koolstofdioxide natuurlijk. Ik bedoel, een mens bestaat voor 60, 70 procent uit water. Maar de rest, dat overgrote deel, dat is koolstof. Ja, en dan gaat rotten. Ja, de, de, met het rot, rottingsproces uh, wordt het eerst dan uh, meestal CS2 met zwavel. Hè? Als het anaerooprot. Maar je hebt ook uh, aeroberotting en dan wordt het CO2. Ja. Oh, dus uh, die, die gereformeerde jongens, uh, dat was uh, die vreugde toestand, dat was van korte duur. Handbegraven was ook de oplossing niet. Nou, dan is er vanuit de NASA gezegd: van, nou, weet je wat we dan doen? Dan gaan we al die lijken, die, uh, die, e die, injecteren we wel, gewoon uh, into deep space. Al die stoffelijke overschotten. Want ja, we hebben toch niks meer te doen sinds we niet meer naar de maan gaan. Want ja, in de jaren, begin jaren zeventig, heeft iemand. Nou, er was een hele grote vergadering bij de WTO, is heel goed over nagedacht hoor. Hebben ze dus al die gegevens weggegooid? Dus ja, alle bouwtekeningen, alle, alle alles met ontwerpen, al die instructieboeken, de handleidingen voor de astronauten. Hoe moet je zo'n command module bedienen? Allemaal weggegooid om ruimte te maken in het magazijn. Wie? Ja, oh, daar heeft niemand ooit rekening mee gehouden, dat daar in die opslagplaatsen van de NASA. Ja, dat is niet oneindig, hè. We moesten wat uh, kasten, moesten dan leeg. Dus dan hebben ze nog de hele tijd staan debatteren van wat zullen we doen. We hebben hier een kast en daar staan dus alle foto's in van al die jaarlijkse jubilea die we gehouden hebben met al die foto's. Of zullen we die kast weggooien met al die gegevens van de maanlanding. Ja, toen was de beslissing was snel genomen. Ja, die kast met al die foto's van die jubilarissen, ja, die staat er nog hoor. Maar die kast met die maanlandingsgegevens, ja, die is leeg, daar zitten nu nieuwe dingen in. Waarschijnlijk weer uh, foto's van nieuwe jubilarissen. Ja. Maar ze hebben dus alles weggegooid, dus de NASA heeft ze eigenlijk niks te doen. En die zagen er ja, dat doen al die lijken maar aan ons. En dan gaan wij ze wel omhoog uh, doen. Hè? Ja, dat, dat konden ze ook niet. Daar hebben ze ook een berekening van gemaakt. Kost veel te veel CO2. Ja, wat dan? Wat moeten we dan met de stoffelijke overschotten? Er is een paniekjongen bij de Verenigde Naties en de EU. En, en die keken dus naar de NATO als toezichthoudend lid. Ja, wat, wat vinden jullie dan? Wat vinden jullie dan? Hè? En de NATO die wist het ook niet. Ja, 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 we kunnen die stoffelijke overschotten wel gaan bombarderen. Maar ja, dat kost ook CO2. Dus waar moeten we dan met die stoffelijke overschotten? Nou, er is nog iemand geweest die zei... Ja, ze willen allemaal eeuwig gaan leven zoals in de Bijbel staat. Nou, die is het weggelachen. De, door de SGP trouwens, die zei: van Ja, het eeuwige leven dat zit in je hart en in je hoofd en uh, niet in je lichaam. Hè? Dus dat is een schijnoplossing. En trouwens, hoe ga je iedereen bekeren? Want dat ligt nu al niet eens meer. Hè? Dus uh, kortom, het eeuwige leven voor de mensen dat zat er dan ook niet in. Ja, wat dan? Nou wordt er dan uh, gewerkt dat ze vanuit de Verenigde Naties gaan ze zoutmijnen opkopen. En uh, dan worden alle stoffelijke overschotten met, uh, met windenergie uh, vervoerd, dus met zeilboten, hè, naar die zoutmijnen toe. En ja, dan met paard en wagen worden die stoffelijke overschotten over land getransporteerd. Hè, door, over zee gaan met, met windenergie. Maar... Dan over land dan maar met paard en wagen. Dan alle stoffelijke overschotten en die worden dan opgeslagen in zoutmijnen. En hij heeft alleen maar gezegd van ja, maar wat nou als de zoutmijnen vol zitten met stoffelijk overschotten? Uh, dan is er gezegd van, ja, dat zien we dan wel weer. Dat zijn onze, ja, laten wij toch nog iets na voor onze kinderen, namelijk, uh, nou iemand gaan rekenen van ja, maar dat is over 100 jaar heb je wel iets van uh, 20 miljard stoffelijk overschotten. Nou, die man is gezegd uh, niet zo racistisch, hè? Want blanken die neuken helemaal niet zoveel. Wat een toestand, hè, met die crematies. Maar ja, voorlopig is het nog legaal. Maar, eh, heb je een oma en, en, en je wilt dat gedoe niet met dat ze helemaal naar een zoutmijn moet als ze overleden is. Nou, stiekem in de tuin begraven, dat wordt ook verboden. Dus ja, dan kan je toch tegen oma zeggen, ja oma, ik heb hier een siankali tabletje Als je het nu doet, dan kunnen we weer lekker cremeren. En dat scheelt ons weer een hele hoop ellende. Want trouwens, dat kan je natuurlijk met je eigen ook doen ja misschien nou, juist jongere mensen moeten nu alvast Siankali uh, gaan slikken want kijk een bejaarde die misschien volgend jaar of over vijf jaar dood gaat ja die mag denk ik nog wel gecremeerd worden maar een kind van acht ja, die waarschijnlijk niet meer nee nou ik erover nadenken pasgeboren baby's die lopen nog een veel groter risico dat ze niet gecremeerd mogen worden nou de pasgeboren baby's aan de siankali. Nou, zo lossen we er wel op. Hè. Nou, alsof dit niet erg genoeg is, zat ik dus verder te kijken op internet. Hebben ze. Er komt vanuit die hoek, die is kritisch op het toedienen van vaccins. Hè? En die hebben geconstateerd dat vaccins helemaal niet getest worden. Met name griepvaccins niet. Maar die andere vaccins ook niet, hè? Er wordt maar een beetje toegediend. En na twee jaar gaan ze weer eens kijken onder de doelgroep. En dan blijkt iedereen nog in leven te zijn. Ja, weliswaar is de helft van de kinderen autistisch of even wat anders. Maar dat is dan niet te wijten aan het vaccin natuurlijk, maar ze leven nog. Hè? Dus nou, dat, is, dat is heel naar aangekomen bij de Verenigde Naties. En dan hebben ze vanuit van de Verenigde Naties hebben ze gebeld met de EU. Nou, die belden gelijk de NATO weer op. Van, ja, wat hebben we nou weer? Kan je even toezichthoudend lid zijn? Wat moeten we hier nou weer aan doen? Hè? Want ja, het is natuurlijk onacceptabel dat mensen niet gevaccineerd worden. Hé. Maar hoe moet je dat testen? Hoe moet je vaccins nou testen? Tenminste, het moet dubbelblind. Ja, maar hoe doe je dat? Dan moet je dus de ene groep, moet je, je moet de hele groep moet je injecteren. En de ene groep moet geïnjecteerd worden met de werkzame stof. Of stoffen. En de andere groep alleen met. Uh, ja, een soort zoutoplossing. Iets wat niet schadelijk is. Nou ja, van een beetje zoutoplossing, uh, daar is er niemand dood van gegaan. Hè? Ja, maar dat kan niet, is er gezegd hè, vanuit de Verenigde Naties. Van ja, dan ga je mensen doen geloven dat ze gevaccineerd zijn. En dat zijn ze dan helemaal niet. Ja, dat is jokken. Maar dat mag niet. Ze, nou, dat is opgepikt hoor. Vooral vanuit de linkse hoek. En de linkse hoek is er nou mee bezig en die zijn aan het samenwerken met de SGP en zo. Want er in de Bijbel staat uh, dat je niet mag liegen. Dus er komt nu vanuit de Verenigde Naties een officieel verbod op het testen van vaccins. Ja. Dus dat al die mensen die kritisch zijn op vaccins, uh, die worden verwezen naar de Verenigde Naties die in samenwerking met de EU onder toezicht houden, toezichthoudend oog van de NATO. Uh, daarop heeft uh, ja, besloten dat, uh, ja, dat het niet ethisch is als je vaccins gaat testen. Want daarvoor moet je jokken tegen mensen. He? Dan denken die arme ouders dat hun kind gevaccineerd is. En dit is het helemaal niet. Dus ze heeft een zoutoplossing gekregen. En dat alleen maar om te kijken of die werkzame stof. A. het überhaupt wel doet. En B. niet schadelijk is. Dus ja, waar heb je het over? Waarom moet je nou uitgerekend bij vaccins, net als bij alle andere medicale, medicinale toepassingen, moet je dat gaan testen? Wa waarom? Het ja, is toch helemaal van de gekke, zeg. Kijk, dat je pillen tegen hoofdpijn gaat testen. Oké. Okay. Dat je make-up gaat testen op konijnen. Ja, dat lijkt me niet wel, oh, dat lijkt bij wie dus, hè. Anders, al die vrouwen die doen die make-up op en die krijgen allemaal oogafwijkingen. Ja, dat kan je beter vaststellen bij konijnen, hè. Eh, dat is allemaal, die houden we er allemaal in. Maar eh, vaccins dubbelblind gaan testen, ja, kom op. De, de, vaccins eh, ongetest. Dat is ethisch, dat is moreel. Eh, ja... Eh, dat de, de werkzame stof eh, precies werkt zoals die voorspeld is, ja, dat, dat mag je toch aannemen. Er zitten toch mensen achter, wat is dat nou zeg? Eh, die industrie, die farmaceutische industrie, moet je moet eens kijken naar die gebouwen, man. Denk je dat het, uh, dat het hutjes zijn? Nee, natuurlijk niet. Dat zijn gebouwen van 20 verdiepingen, rustig, met 4, 5 vleugels erin. En een hele grote kantine, hoor. Dus waar zit je nou moeilijk over te doen? hè? Eh? Nee, bij de Verenigde Naties hebben ze nou goed aan de stok hoor. En die mensen die kritisch zijn op vaccineren, nou, uh, die kunnen er inpakken. Er komt een compleet verbod. Het testen van vaccins is onethisch. Het is wel zo dat de farmaceutische industrie gezegd heeft. Van, oh, als dat dan dat wetsvoorstel erdoor is bij de Verenigde Naties en de EU. Uh, kunnen we dat dan ook krijgen voor andere uh, medicinale toepassingen? En toen is er gezegd van ja. Hé? Ja. Maar niet nu. <laughs> ja, ja, nee, maar die nee, farmaceuten. Nee, ja, maar dan kan je het er ook niet kwalijk nemen. Wat is dat nou? Die zijn al lang blij dat het niet getest hoeft te worden. Hè? Oh, ze hebben al voor elkaar gekregen hè, dat. Uh, bij een pandemie, eh, als dan een vaccin verkeerd uitpakt, dan kan de farmaceutische industrie niet aangeklaagd worden. En dat, is, dat is geen fake news, by the way. Dus dat is al zo. Maar nu hoeven we het ook niet meer te testen. En dat is wel fake news. Wat niet fake is, is dat het niet getest wordt. Dat wordt niet getest namelijk. Helemaal niet. Even dan, uh, het, is, het is geen fake nieuws, maar uh, serieus. Hè? Uh, griepvaccins worden niet getest. Griepvaccins worden toegediend. Punt. Uh, er wordt niet gekeken of dat wel effectief is. Voordat ze toegepast worden. Want dat kan namelijk niet. Want ieder jaar heb je een nieuwe griep. <laughs> dus een griepvaccin van vorig jaar, dat helpt dit jaar niet meer. Snap je? Dus griepvaccins worden ongetest toegediend. En uh, mensen zoals mijn moeder. Een andere deur krukken. Ah, die gaan ieder jaar braven uh, als uh, ja. de herfst equinox uh, heeft ingezet. En de dagen worden steeds sneller, steeds korter. En dan worden ze een beetje depri. En dan zeg ik, nou, ik laat me even injecteren met een onbekende stof die niet getest is. Ja. Maar goed, dat is vrijwillig. Hè? Maar nu een hele leuke. Uiteindelijk. Um, Begint het kwartje te vallen bij de Verenigde Naties en de EU. onder toezicht toezichthoudend oog van de NATO. Dat uh, er toch iets aan de hand is met de multiculturele samenleving. en dat het een onhoudbare zaak is en er moet wat aan gebeuren. In toenemende mate komen er klachten binnen. dat uh, buitenlandse mensen niet begrepen worden. door de autochtone bevolking. Nou, dat kan niet. Kijk, hoe kunnen nou die buitenlandse mensen zich thuis voelen in een land waar ze niet begrepen worden? Nou, er is onderzoek naar gedaan. Hoe kan het dan dat je die mensen niet begrijpt? En er kwam naar boven als groot, groot punt de taal. Ja, maar dat kan even zomaar niet, zeiden de Verenigde Naties. Ja, ja zeg kom op. He, neem zo'n land als Nederland. Die, die zegt: uh, wij nemen wel. Uh, nou, wat hebben ze inmiddels opgenomen? 30% van de bevolking. Nou, Nederland in die tijd was uh, iets van. 16 miljoen. Nou, een derde van 16 miljoen, dat is dan. Uh, pak een beet... Uh, 4 miljoen of zo. We hebben 4 miljoen van die buitenlanders opgenomen. Ja, maar dat schept wel een verplichting. Dus er uh, wordt nu gedreigd met een boete. voor een landen zoals Nederland, waarin vastgesteld is. Hè? Dat de gemiddelde Nederlander. Ja, die praat dan als je mazzel hebt. algemeen beschaafd Nederlands. Meestal zit daar een behoorlijk klankje dialect in. maar dat wordt voorlopig nog toegestaan als cultureel erfgoed. En ze kunnen een beetje Engels. Maar dat was het dan, hè? En waar is nou hè, de gastvrijheid gebleven. van Nederland als gastland. voor al die buitenlandse mensen, om die mensen te begrijpen? Hoe kan je nou zeggen dat je een Turk kan begrijpen als je geen Turks kan? Hoezo ben je dan gastvrij als Nederland? En daar heeft de Verenigde Naties een serieus punt van gemaakt. Samen met de EU. Onder toezichthoudend oog van de NATO. Want het kan zo niet langer. Nou, in Nederland staat een behoorlijke boete te wachten hoor. Er wordt binnenkort weer getest. En ze gaan niet. Ze snappen ook wel dat je de lat niet te hoog mag leggen. Want een, een kort onderzoek heeft opgeleverd hier in Nederland dat dan een gemiddelde Nederlander toch iets van 20 à 30 talen moet kunnen spreken. En dan niet allemaal dezelfde 20, 30, maar dat de ene groep die, die pakt dan die groep talen en de andere groep. En dan heb je in totaal dek je het hele spectrum. Want ja, hier in Nederland moeten wij 60 à 70 buitenlandse talen gaan beheersen. En nou, ze begrijpen bij de Verenigde Naties in samenwerking met de EU onder toezichthoudend oog van de NATO ook wel dat. Dat ze dat niet in één keer kunnen verwachten. Dus over een korte tijd komt er weer een onderzoek van de Verenigde Naties en de EU onder toezichthoudend oog van de NATO: dat dan de gemiddelde Nederlander vier à vijf buitenlandse talen spreekt. Dat is dan niet al pas over twee jaar, want dan schiet het niet op. Gewoon iets korter. En dan wordt er gedacht aan uh, Turks natuurlijk, uh, Koerdisch, uh, Arabisch uh, en Berbers. Dat zijn dan vier talen. En dan pakken we daar nog bij ja, Bulgaars waarschijnlijk ook. Er zijn vrij veel Bulgaren. Uh, Pools hoeft voorlopig niet. Want uh, ja, die Polen. Ja, dat, dat zijn toch. Uh, ja, dat zijn blanke mensen. En Polen moeten zelf maar. Uh, ja, dat weten we allemaal. Dat een land als Polen. die heeft dan heel veel buitenlandse mensen opgenomen. maar dat blijken dan. veelal niet Arabieren te zijn en zo. Er wordt de Polen niet in dank afgenomen hoor. Want een beetje buitenlanders allemaal welkom, maar geen Arabieren en alles. Hè? Geen Somaliërs. Hè? Dus voorlopig hoeven wij geen Pools te leren. ook geen Russisch. Maar wel die Somalische dus ook, een Keniaanse. Daar, daar wordt nog allemaal uitgeknobbeld. We, we eerst maar eens even zorgen dat we Turks, Koerdisch, Arabisch eh, en Berbers leren. En dan zullen we voorlopig vrijgesteld worden van boetes en andere heffingen. Maar het is aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat het voor elkaar komt. Want zijn we nou een gastvrij land voor al die arme vluchtelingen? Of zijn we een soort schijnopvang? Want dan worden ze bozer bij de EU in samenwerking met de Verenigde Naties. onder toezichthoudend oog van de NATO. Heeft de NATO eindelijk wat te doen en kunnen ze de boze rikken aanpakken. Ja, maar ik vind het wel uh, goed. Uh, het is vastgesteld dat mensen die veel talen kennen, dat ze dan. Uh, ja, dat dat ook weer bijdraagt aan de algemene ontwikkeling. En, ja, en ik vind toch, wie A zegt, moet ook B zeggen. Nou, wij vinden het zo fijn om al die buitenlanders op te vangen. En dan vind ik ook dat we maar al die talen moeten gaan leren. Ja, wat is dat nou? He? Wie A zegt, die moet B zeggen. Dat is de Nederlandse moraal. En zo gaan wij dat aanpakken. Nou, wat ik toen tegenkwam... Dat was dat ze dan... Ze zijn echt niet gek, hè? Maar er zijn dus mensen en die profiteren van de global warming. Ja, maar dat kan niet. Dat is de Verenigde Naties helemaal in het verkeerde keelgat gesloken, geschoten. En de EU, die heeft het door, de, EU, die, de EU kwam erachter. Die heeft de Verenigde Naties gebeld en gezegd: Ja, er zijn mensen. En, en, en Nederland is daarbij genoemd. In Nederland hebben mensen dus geld verdiend aan de global warming. Ja, nou die gaan aangepakt worden. Want dat kan natuurlijk niet. Kijk, dat, dat de global warming is... Hè? En dat, dat klimaatverdrag van Parijs met die belasting op de CO2... en het stilleggen van de economie... Uh, dat, dat staat allemaal nog in de stijgers, dus dat werkt allemaal nog niet. En dan gaat die global warming maar door. Hè? En wat hebben ze nou vastgesteld? Dat afgelopen jaar, 2018, was het een extreem warme zomer. Daar heeft de horeca in Nederland goud geld aan verdiend. En dan met name de regio aan de kust. Dus Noord-Holland. Zuid-Holland en Zeeland. Bij mij, waarmee de andere provincies niet uitgesloten zijn. Er wordt ook gedacht. Een, een, nog eventjes een nieuw onderzoek in Friesland. Want je zou het niet verwachten. bij die uh, stugge lui. maar die schijnen ook een horeca te hebben. Waar mensen graag op een terrasje. Hè? als het zonnetje schijnt. Ja, en dan een beetje geld lopen verdienen. aan de global warming. Nou, de Verenigde Naties heeft gezegd tegen de EU. van nou in dit geval omdat het op zulk microniveau gaat en we moeten echt de afzonderlijke horecaondernemer gaan aanspreken. Dat de Verenigde Naties zei, dat moet de EU dan maar gaan doen. Dus de EU die gaat het uitvoeren en er is afgesproken dat het geld wat de EU binnenkrijgt, want ze gaan natuurlijk boetes opleggen. Ja natuurlijk, we denken die horeca wel niet een beetje geld verdienen aan de global warming. Kijk, er moet zonder meer betaald worden voor het feit dat er CO2 in de lucht in gaat. Zonder meer, zonder meer. Maar als je daar nog een keer geld aan loopt verdienen... Zoals. Uh, aan het voorbeeld werd expliciet genoemd: Zandvoort. En dat was niet om die mensen van Zandvoort nou even weg te zetten als racisten of seksisten. Of uh, andere naties of zo. Uh, Adolf Hitler, uh, helemaal niet. Het is wel niet zo dat ik de mensen uit Zandvoort in één zin wil noemen met Adolf Hitler. Daar gaat het niet om. Of dat je zegt, de Zandvoordenaren zijn racistisch. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Dat zeg ik ook niet. Ik wil dat je dat helemaal niet in één zin verbindt. Mensen uit Zandvoort en racisme, dat moet je niet in één zin zeggen. Maar het is gebleken in Zandvoort dat ze... Daar zijn we achtergekomen via de BTW-aangiftes... Die hebben heel veel geld verdiend vorig zomertje. Nou, dat wil betalen aan Brussel. En Brussel houdt dat heus niet allemaal zelf. Nee, een derde, 40 procent, daar wordt nog over gesproken. Want er zitten ook heffingskosten aan. Dus de EU heeft gezegd, ja wij gaan dat heffen. En daarvoor moeten we wel allemaal ambtenaren in leaseauto's naar Zandvoort sturen om die poen binnen te halen. Of via Den Haag, maar ja, daar moet, moet Nederland ook mee gaan. Maar ja, dat wordt misschien. Er. Dus ze weten nog niet of de EU zelfstandig naar die horeca-mensen gaat. Of dat ze Den Haag in gaan schakelen. En de Verenigde Naties heeft gezegd, ja, het maakt niet zoveel uit als wij maar minimaal 20% krijgen. Want we moeten toch wel wat geld hebben om het klimaat te bestrijden. Een beetje mooie zomers en daar geld aan verdienen. Nou, dat kan niet langer hoor. Een beetje feest alsof het elke dag de laatste is. Dat is meer voor uh, je broer met uh, Paul Elstak. Eh? Een kind van de duivel. Dat is leuk om op te dansen als het maar geen CO2 oplevert. Nou, eh? ja, dan krijgen we nog een verre nare ding. Het uh, was mij al uh, ten oren gekomen hoor. Dat... Op, uh, in het onderwijs uh, uh, wordt er nogal. Ja, dat zijn met name uh, Nederlandse moeders, alleenstaande moeders vaak. En die klagen dan dat hun uh, kinderen, met name jongetjes, uh, dat die gepest worden door uh, buitenlandse jongetjes. En ik weet helaas dat dat zo is. Het, uh, ik ken meerdere alleenstaande moeders van blanke kinderen. En die moeders die vertelden mij dat ook. Hè. En dat gaat dan uh, bij een kopje thee. Of een kopje koffie. En het lijkt allemaal heel onschuldig. Hè, dat zo'n moeder zegt: ja, uh, mijn kind. Ik, ik zal een letterlijk verhaal noemen. Want die vrouw die, die ken ik redelijk goed. Ingrid heet ze. Nou, die heeft zo'n blank kindje. En die had ze een pinpas bezorgd. En daar stond zijn zakgeld op. En toen is hij door Marokkaanse kinderen en die hebben gezegd ja of we slaan je in elkaar of je geeft de pincode van je pinpas en omdat die Marokkaanse jongens met z'n drieën waren, hij heeft die jongen toegezegd van, nou oké okay. dus hij heeft vrijwillig uiteindelijk vrijwillig zijn pincode afgestaan. Nou ja, het is geen zin om het op te nemen tegen drie Marokkaanse jongens. Ja, dat terzijde natuurlijk. Hè. Maar goed die, die moeder is toen gaan klagen bij uh, de schoolleidingen. Ja, mijn kind is afgeperst. En die is geld ingenomen. Nou, daar was de schoolleiding niet zo blij mee. Want dit schept eventjes een negatief beeld hè? van Marokkaanse jongens. Kijk, en als het nou een incidentje is. Dan, ja, dat is toch daar aan toe. Hè? Maar het blijkt dat het. Uh, ja, het komt vaker voor. Dat die moeders gaan klagen. En ja, dan is het einde zoek hoor. Dus, en die schoolleiding heeft ook tegen die moeder gezegd: van Nou, uh, moet je luisteren. Kijk, dat het gebeurd is. en dat jouw zoon uh, geheel uit vrije wil zijn pincode heeft afgestaan. aan Marokkaanse jongetjes. Uh, ja, dat soort gedrag hebben wij op school liever niet. Nee. Dus het kind, uh, dat moet maar elders naar school. Nou, dit is echt gebeurd. Hè? Dat, uh, dat kind van Ingrid moest van school. Ja. Want de schoolleiding had zoiets van: ja, dit kunnen we er niet bij hebben. Ja. En nu uh, schijnt het dus op, op meerdere plekken zo te zijn. En dat ze dan dit willen gaan aanpakken in de media. Dus er komen uh, kinderuitzendingen waarbij uh, scripts geschreven gaan worden. dat uh, blanke kinderen. Uh, buitenlandse kinderen pesten. Ja, als het dan in de werkelijkheid. dat die, die verhouding zo scheef ligt. Hè? dat al die blanke moeders aan het klagen zijn over het pesten door die buitenlandse kinderen. dat is dan in de werkelijkheid zo. Ja, en die klagende moeders. ja, ja je had ook die klagende moeders in, in, in Argentinië. Hè? Die klaagden dan. de Plaza del Mayo. van waar is mijn kind gebleven? Klaag, klaag, klaag. Ja, wat moet je met een klagende moeder? Hè? Dat, er moet een beetje tegengas voorkomen. Ja, en als het dan niet in de werkelijkheid kan, dan doen we dat gewoon via de media. Dus er gaan scripts geschreven worden, daar hebben ze al geld voor opzij gelegd. Dat die blanke jongetjes die gaan dan buitenlandse kinderen pesten. En dan gaan die buitenlandse moeders die gaan dan klagen. Om het een beetje in balans te brengen. Want ja, we zijn toch een gastvrij land als Nederland. Wat is dat nou? nou ik, vond het, ik vond het een positief fake nieuws. Ik ben heel blij mee. En dan hier een hele leuke. Dat, dat, ik voelde hem al aankomen hoor. Maar die campagne hè, voor die, uh, die multicultuurmaatschappij. maatschappij. Dat het zo goed is hè, dat, uh, dat mensen van verschillende culturen dat die gaan trouwen. Want dan komen die culturen bij elkaar. Hè. Dus dat is dan uh, ingezet met... Uh, ja, dat zie je veel op tv en alles. En... Maar dat is dus doorgeslagen. Ze zijn een aantal scripts in Hilversum die zijn gelukkig op het laatste moment tegengehouden en die zijn in de prullenbak verdwenen. Maar daar had je dus uh, Turkse jongens en die gingen dan trouwen met Marokkaanse meisjes en uh, Koerdische meisjes die gingen dat doen met Turkse jongens. Ja ja, nou. Um, <tie> Het werd helemaal. Uh, toen een Turks meisje het ging doen met een Somalische man. Want die was ook Mohammedaan. Terwijl die familie van het Turkse meisje helemaal niet zo erg Mohammedanistisch waren. Maar de Turkse meisjes, ja, in dat script dan, hè? Ja, ik wil terug naar mijn roots en ik ben toch uh, Mohammedaan. En uh, deze Somalische man is helemaal Mohammedaan. En uh, ja, van hem uh, mag ik niet eens met een nikaap overstraat hoor. Dat moet een burka zijn. Nou, dat, dat viel niet lekker. Dat, dat is tegengehouden. En ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dus, uh, kijk, die buitenlandse mensen hebben het al zo moeilijk hier in Nederland. En uh, het is heel gastvrij van ons dat wij uh, onze dochters uh, uithuwelijken. Dat is de manier om vrede te stichten. En om die mensen zich welkom te laten voelen, dus onze schoonste dochters, moeten wij de mooiste jurk aantrekken en laten trouwen met buitenlandse jongens. Dat lijkt me niet meer dan, het is gasvrij. Dat hoor je te doen en dat moet je, ja, dat, en als dat niet vanzelf komt, en je hoopt natuurlijk dat het vanzelf komt, maar als het niet vanzelf komt, dan moeten de media daar maar een handje bij helpen met dingen zoals uh, goede tijden, kwaaie tijden. Hè. Van die soopdingen uh, ze. Weet je toch, situation comedies zo. Hè? Maar het is wat anders als je die mensen die toch al zo'n heel eind hebben moeten reizen... ...en dan hier in Nederland aankomen... ...als je die dan gaat lopen bestoken met campagnes dat ze hun mooiste dochters moeten uithuwelijken met andere culturen. Het lijkt me toch niet meer dan normaal uh, dat die mensen die dan... Al toch al zoveel kwijt zijn. dat ze toch minimaal hun cultuur mogen behouden. voor de eerstkomende tijd. Dus uh, al die scripts zijn eruit gehaald. En, en dat een Turkse jongen het doet met een Hollandse meid. kijk, dat is gastvrijheid. Daar heeft zo'n Turkse jongen ook een leuke avond. Dat hoort erbij. Hè? Nou, dat vind ik ook. Dus. Uh, ik ben er blij mee. Het is, uh, het is fake nieuws natuurlijk, maar uh, ik ben er helemaal voor hoor. Ja, mijn eigen persoonlijke mening, die doet er niet toe. Maar ik wil er verder niet moeilijk over doen, hè. Nee. Nou, en dat laatste puntje, het is dan dat, uh, er duiken steeds meer gevallen op dat mensen die een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan, dat die daarna een tijdje spijt van krijgen. Uh, uh, er zijn uh, mensen, uh, die roepen dat al heel erg lang trouwens, dat je een geslachtsveranderende operatie, dus met messen en dat soort dingen, en verdovingen en zo, uh, dat dat allemaal niet te snel moet. Hè? En dat je toch eerst jarenlang therapieën moet gaan doen. En als dat niet helpt, dat je helemaal als therapeut ten aan de raad bent en de persoon in kwestie er totaal, uh, nou, dat, dat schiet niet op. Hè? Ja, dan maar. Maar als laatste redmiddel, hè. Ja, nu blijkt dus dat ze... Doordat ze die, die grens hebben ze verlaagd... Dus ja, je hoeft nu... Ja, je gaat naar de dokter en je zegt... Ik wil mijn penis eraf. Nou, binnen drie weken ligt hij in een plastic bak. Je penis dan, hè. Dan heb je een siliconen vagina... Ja, en het blijkt dus nu dat dan mensen die dan zo snel ervoor gekozen hebben, dan achteraf eh, ja, zitten er toch behoorlijke percentages in. En die zeggen, ja, ik wil mijn penis terug. Ik heb er spijt van. Nou, en dat schijnt dan niet zo uh, makkelijk te kunnen. Dus, daar wordt nu geld voor opzij gelegd. En gedacht wordt uh, aan een programma om de penissen die eraf gehaald worden, om dat niet meer zo te doen als uh, de slachter van uh, Dordogne. Maar dat ze dat een beetje netjes verwijderen. En dat er bij het verwijderen rekening wordt gehouden met terugplaatsing. Dus eventueel de, ja, wat langere zenuwen en alles uh, ja, laten zitten en zo. En, uh, niet zo hak. En dat die penis dan ingevroren wordt. Dus, maar ze weten nog niet goed of het. Of dit zal werken. Maar het is in elk geval een, 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 ja, een, een geslachtsveranderende operatie met een mogelijkheid tot terugplaatsen. Ja. Dus dat scheelt alweer een hele hoop. En ze verwachten ook dat. Hè, want ja, dit soort verhalen van transgenders die zeggen: want ik wil mijn penis terug. Ja, dat is niet echt bevorderlijk voor. De hoeveelheid mensen die dan hun penis willen laten verwijderen. Want die horen allemaal van die, oh, die jankende mensen. Die zeggen, ik wil mijn penis terug. Ja, dat is dan toch weer een beetje drempelverhogend. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. Dus dat, dat bij de penisverwijderingsoperaties... dat er dan een keurmerk komt. En, en van, ja, met recht tot terugplaatsing of zo. Dus met, nee, niet recht, maar... Uh, deze praktijk heeft zich aangesloten bij de vereniging, blablabla, bla 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 bla, die meehelpt voor terugplaatsing van de penis. Ja. En de ballen natuurlijk. Hè? Een soort keurmerk om, ja, om de, de drempel die dus uh, door al die mediaberichten van die transgenders die hun penis terug willen, dat, dat werkt drempelverhogend, om die drempelverhoging te bestrijden met een keurmerk. Penisverwijdering. Met mogelijkheid tot terugplaatsing. Dat worden waarschijnlijk, dus ze zijn nog aan het werken aan een mooie sticker. Of een goed embleem of zo. Want, uh, niet goed penis terug of zo. Een beetje geënt op niet goed geld terug. Maar niet goed penis terug. Zo. Of een niet, uh, uh, niet goed penis terug die het toch doet. Of zoiets. Daar, daar, daar hebben ze de afdeling marketing en reclamebureaus op gezet. En dat komt allemaal prima voor elkaar. En in de tussentijd, omdat ze dat nog niet helemaal kunnen garanderen... Euh, hebben ze zonder meer al dat je dan bij de penisverwijderende operatie... mocht je dan toch na een tijdje denken, ik wil mijn penis terug... dat je geheel en al gratis en verzorgd therapie krijgt. Waarin er met je gesproken wordt van, weet je dat wel zeker? Of ben jij maatschappelijk geïndoctrineerd dat jij je penis terug wil? Door, je wilde toen van je penis af en nu ineens niet meer. Ja, komt dat soms door de tv? He? Dat kan toch? Of door de kranten? He? Of, of uh, ja, er, er kunnen andere dingen zijn. En dat er met die mensen gesproken wordt... Want ja, laten we eerlijk zijn. Op korte termijn kan je niet echt aan een penis terugplaatsing denken. Dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Dus we moeten er nu nog mee beginnen. Dat, dat verwijderen van de penis en de ballen en ja, wat doe je met de prostaat en dat soort dingen? Ja, dat moet dan allemaal netjes bewaard worden. Dus ja, dat, dat staat nog in de kinderschoenen. En dat we dan voorlopig, hè, dat wordt dan gezegd hè, door de Verenigde Naties. Hè, samen met de EU. Die, die jongens die spannen zich echt in hè, voor ons. En vooral voor de transgenders natuurlijk. Want dat is de, de grootste groep. De grootste groep van de hulpbehoevenden. Het is toch te erg voor woorden dat je geboren bent in het verkeerde lichaam. Hè? Die, die mensen moeten geholpen worden. Hè? En dan blijkt dat je ze helpt en dan willen ze weer terug. En ja, dat er dan wel gewoon met therapie aan die mensen wordt verteld: van ja, jochie. Hè? Of ja, meisje moet je dan zeggen. Meisje, meisje. Uh, ja, misschien dat je dus door het verwijderen van je penis. dat je dus weer dus nu meisje, meisje geworden. En van meisjes is bekend: en dan, uh, vandaag willen ze dit en morgen willen ze dat. Eh? Dus waarschijnlijk heb je last van je. ja, je bent nu een vrouw geworden. En. Ja, vrouwen zijn wispelturig in hun gedachten. maar dan de denkt er nog even over na voordat je hem terug wil. He. Nou, dat vind ik wel heel goed hoor. Eens gekozen, blijft gekozen natuurlijk hè. En al dat gedoe, en dan moet je al die ze gaan bewaren, he. en die ballen, en die prostaten. En, en hoeveel CO2 kost dat wel niet, hè ja je moet het toch koelen en hoe werkt een koelkast ja die, een koelkast er zit een pomp in dacht ik of niet ja, dan moet je pompen hoe werkt die pomp ja met elektra ja hoe werk je elektra op ja een een kolencentrale of een oliecentrale of een aardgascentrale ja dat kost allemaal co2 om al die penissen te koelen Ja, in principe zelf dan, als ik even mijn eigen mening mag geven. ja Ik zou dus zelf gewoon, net zoals ik een donororgaan codiciel heb, ik zou een codiciel willen invullen waarop staat dat ik mijn penis niet kwijt wil. Dat mocht ik ooit aangetroffen worden in verwarde toestand in een penisverwijderingskliniek, dat ik zeg ik wil mijn penis eraf. Uh, dat ik dan een codicil bij me heb. En dat er dan op staat. Van, uh, mocht ik ooit bij u komen. in verwarde toestand. bewerende dat ik mijn penis eraf wil. nou, dat wil ik niet. Of dat het ergens geregistreerd wordt in een centrale database. Z uh, nee. Het is wel weer een minpuntje. Dat is. Dat is. Uh... Dat. Ja, behalve dat er mannen zijn die hun penis eraf willen, dat er dus ook aan de andere kant uh, vrouwen zijn en uh, die willen dus een penis erbij. Hè? En ja, ze waren bezig om dan, um, ja, om te kijken of het kan, hè, dat je dan zo'n vrouw die graag een penis wil, dat je dan zo'n vrouw niet helpt met een stuk siliconen en zo. Maar dat je die een echte penis geeft. En daar is al wat geld in gestoken. Maar ja, dat gaat dan niet meer door. Als dan iemand zijn penis kwijt is en die penis is er aangenaaid bij Marie... en die heeft tegenwoordig Martinus... dan kan hij niet zeggen tegen Martinus van ik wil mijn penis terug. Want Marie is er hartstikke aan gewend. Die zegt ja, je hebt die penis gegeven en ik heb hem nou. ja, Dan krijg je dat weer. Dat ja, moet je ook niet hebben. Dus dan wordt het uh, aannaaien van echte penissen. Dat, ja, dat mag dan waarschijnlijk straks niet meer. Er is nu al een lobbygroep bezig hoor. Die is begonnen in Brussel. En, uh, die is al bezig met te bellen met de Verenigde Naties. En uh, de NATO heeft al gezegd dat ze toezichthoudend uh, uh, lid willen zijn van die commissie. Om te kijken of het allemaal wel een beetje uh, gaat. Ja. De NATO moet toch wat te doen te hebben, hè? Sinds de Duitsers er niet meer van plan zijn om Nederland binnen te vallen. Door het globalisme, zullen we maar zeggen. Wie? <laughs> Jeetje, wat een fake nieuws, hè? Ja, het is maar goed dat het fake nieuws is, vind je niet? Behalve dat uh, het natuurlijk geen fake nieuws is, hè? Snap je? En waarom kom ik met deze onderwerpen? <laughs> maar het was toch lachen of niet? Nou, dan zit ik op zijn hamburgers. Tjus en dag, lieverds.